zal komen. Voorzitter, ik rond af. Dit kabinet gaat bezien of de dijken van dit land moeten worden opgehoogd. Dit vanwege een zeespiegelstijging van een paar centimeter gedurende de komende 100 jaar. Maar tegen de islamisering die de komende jaren ook plaats zal vinden, gebeurt helemaal niets. Enkele jaren geleden, enkele decennia geleden, bestond er nog nauwelijks islam in Nederland. Nu wonen er maar liefst 1 miljoen moslims in dit land. Waar gaat dat naartoe? Vele Nederlanders, voorzitters, maken zich grote zorgen over deze ontwikkeling. En die mensen die zijn niet eng. Die mensen die zijn niet xenofoob, maar die mensen die worden dagelijks geconfronteerd met grote problemen in hun wijk of in hun straat. Die mensen, voorzitter, verdienen het om serieus genomen te worden. Die mensen die verdienen een stem. Dank u wel. Dank u wel. Wilt u geen enkele uiting geven aan waardering of afkeuring? Bij niemand.